Elk jaar krijgen in Nederland 15.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Snel handelen is van levensbelang. Reageert iemand niet? Bel direct 112 of laat iemand anders dat doen. De centralist van de meldkamer helpt u verder. Meldkamer ambulancezorg, wat is het adres van het noodgeval? Ze stelt u meerdere vragen. Hoe oud is hij? Is hij wakker? Ze vraagt bijvoorbeeld of het slachtoffer nog reageert of ademt. Zo weet ze precies welke hulp noodzakelijk is. Als u alleen bent, zal ze vragen om uw mobiele telefoon op speaker te zetten. Goed, dan gaan we beginnen met reanimeren. De centralist schakelt de hulpdiensten in. Brandweer, ambulance en politie zijn onderweg. Zijn er nog mensen om u heen? Het is van belang dat de hulpverlening zo snel mogelijk start. Ja, het is hier om te vragen of we opgevangen kunnen worden bij de ingang van het park. Indien nodig, vraagt ze u te beginnen met reanimeren. Weet u hoe u moet reanimeren? Als u nog nooit heeft gereanimeerd, legt de centralist uit wat u moet doen. Hand op het borstbeen, tussen de tafels, er zit een andere hand daarbovenop. En u gaat de borstkas tenminste 5 zetten. Het is belangrijk dat er gestart wordt met reanimeren, voordat de hulpdiensten er zijn. Oké, goed. En ik ga met u meetellen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wist u dat snelle hulp de overlevingskans kan verdubbelen of zelfs verdrievoudigen? Wist u dat in Amsterdam in bijna 3/4 van de gevallen er gestart wordt met reanimeren voordat de hulpdiensten er zijn? Als de brandweer komt, gaan ze de hulpverlening van u overnemen. Ze sluiten een AED aan. Wist u dat hoe sneller de AED wordt aangesloten, hoe groter de kans op overleven is? U vindt zo'n AED ook op veel openbare plekken. De ambulance is optimaal uitgerust voor de spoedeisende hulp van het slachtoffer. De brandweer zal het ambulancepersoneel blijven assisteren bij de hulpverlening. Het slachtoffer is gestabiliseerd. De reanimatie is succesvol. De ambulance brengt het slachtoffer naar het ziekenhuis. Wist u dat uw hulpverlening bijdraagt aan een grotere overlevingskans bij een hartstilstand?